Jongens, die kunnen gewoon hun gulp open doen en hun leuten eruit. Dat vind ik gewoon echt irritant aan zingen. Waarom is het uit met Max? Hoi allemaal en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En in deze video ga ik hele brutale vragen beantwoorden. En die zijn massaal ingestuurd op Instagram. Want ik heb gevraagd aan jullie of jullie brutale vragen voor me hadden. En dat hadden jullie. En in deze video ga ik een paar voor jullie beantwoorden. Dus laten we gewoon gelijk beginnen met de eerste brutale vraag. De eerste brutale vraag die ik ga beantwoorden is... Ben je vaak blut? Nou, ja zeker. Zeker wel. Ik heb twee rekeningen. Een spaarrekening en een zakgeldrekening. En op mijn zakgeldrekening daarvan koop ik mijn kleding. En ja, ik koop iets te vaak en iets te veel kleding. Dus vandaar. De volgende brutale vraag is: heb jij wel eens iets gestolen? Ja, vroeger vooral. Altijd snoepjes bij de kruidvat. Maar dat doet iedereen. Maar ik heb ook ooit een keer vroeger een bril gestolen. Van de blokker. En een tango. Ik weet niet of jullie weten wat het is, maar dat was vroeger helemaal hip. En ik zal even een foto laten zien. Dat was het. Dat heb ik gestolen. Maar toen kwam mijn moeder erachter en toen moest ik het terugbrengen. Oh, wat was dat awkward. Maar die man zei, ah joh, dat doet iedereen wel eens. Totdat je het terug hebt gebracht, zeg maar. Dus ik kwam er maar goed van af. Maar het was wel heel awkward om te zeggen van, ja, hier, ik heb dit gestolen. Dus alsjeblieft. Next question. Vond je het niet erg dat Anna mee mocht stemmen als kinderjury van het JSF? Nou, zeker niet. Ik vond het heel erg leuk voor haar. Ik vond het er echt. En ik heb ook lekker kunnen kijken op het balkon. En ik heb heel erg genoten van alle finalisten. Ze hebben het heel erg goed gedaan. Ik ben super trots op iedereen. En natuurlijk Mathieu, de winnaar. Echt super trots op hem. En super gefeliciteerd als je dit ziet. Maar voor Anna, dat ik jaloers was of iets? Nee, totaal niet. Ik vond het echt leuk voor haar dat zij dat mocht meemaken. Dus ja. Volgende is, wat zou je doen als je voor één dag een jongen zou zijn? Plassen in het wild. Ik zou echt willen weten hoe dat is. Gewoon, want kijk, meisjes moeten echt wachten tot ze naar de wc kunnen. Want meisjes plassen niet zo snel gewoon in bosjes of zo. Tenzij ze het echt niet meer opbouwen. Maar... jongens, die kunnen gewoon hun gulp open doen en hun leuten eruit. En die kunnen gewoon wild plassen. Nou, ideaal toch? Nou, dat wil ik ook wel doen. Dus als ik een jongen zou zijn, dan zou ik dat als eerst doen. Nou, voor één dag. Nou, leuke vraag. Maar we gaan door naar de volgende. Verdien je veel geld met YouTube? Wat ik verdien is wel oké. En nou, ik spaar heel veel. Want ik wil gewoon nummers uitbrengen. En... dus ja, eigenlijk met het YouTube geld wat ik verdien, daar, dat investeer ik in nummers of in materialen wat ik nodig heb. Dus ja, next question. Oké, wat vind je het minst leuk aan zingen en beroemd zijn? Niet echt een brutale vraag, maar ben benieuwd. Het minst leuk aan zingen vind ik, als ik dan moet optreden, dat ik dan ziek word en dat mijn stem dan niet zo chill is met zingen. Dat vind ik echt, echt heel jammer, want heel vaak met een optreden ben ik dan of ziek of zo, of verkouden of iets. Maar dat vind ik gewoon echt irritant aan zingen. Dat je echt rekening moet houden met je keel, dat je echt een sjaal om moet doen op de fiets en zo, en dat je niet mag schreeuwen en zo, dat is irritant. Maar ja, ik heb het ervoor over. En aan beroemd zijn, ja, beroemd kan je me niet noemen, daar eigenlijk niet zoveel. Maar ja, dat ik het soms te druk heb is soms wel een nadeel, want dan wil je gewoon een keertje een weekend niks hebben, maar dan heb je sowieso weer iets of zo. Maar ja, ik vind het wel altijd super leuk wat ik allemaal mag doen, dus ik klaag zeker niet. Maar we gaan door naar de volgende. Even kijken.
Hoeveel ex heb je gehad? Hoeveel exen? Niet zoveel. Ja, drie exen heb ik nu. Ja, ik zal geen namen noemen. Maar ja, kort maar krachtig. Ben je al ontgroend? Oh, nou als je met ontgroenen zoenen bedoelt, dan ja, volgende. Oké, jongens, ik vind het echt heel awkward, maar maakt niet uit. Superleuke vragen. Oké, waarom is het uit met Max? Ja, we houden nog steeds super veel van elkaar. Maar we willen gewoon vrienden blijven. En we hebben het gewoon nog steeds super gezellig als vrienden. En ja, niet echt per se een reden dat we ruzie hadden of zo. Maar we houden gewoon liever vrienden blijven. En ik denk dat dat echt een goede keuze was. Want we hebben het echt super gezellig. Hij logeert hier vaak. En het is echt mijn broertje nu gewoon. En ja, ik hou echt super veel van hem. Maar dan op het vriendengebied, op een vriendschappelijke manier. Dus ja, that's my antwoord, weet je. Oké, jongens, we zijn aangekomen bij de laatste brutale vraag. En de laatste brutale vraag is: ben je ongesteld? ja, ik ben het nu niet, maar elke maand wel eens. Ja. Ja, ik weet niet wat ik hierop nog meer moet zeggen. Oké, dit waren alle brutale vragen. Ik vond dat jullie hele leuke brutale vragen hebben ingestuurd. En ik vond het heel erg leuk om te beantwoorden voor jullie. Sommige waren wel een beetje awkward. Maar is oké. Elk mens maakt wel iets mee. Toch? Ja. En ik vond het leuk om met jullie te delen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Ja, doe dan zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal en klik dan ook gelijk eventjes op het belletje, zodat je niets van mijn video's hoeft te missen. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei doei!